Nou, de bouwagenda is ontzettend belangrijk, omdat het tijd wordt dat we de handen ineens slaan. De marktpartijen, de overheid, de kennisinstellingen, het maatschappelijk middenveld. Om de grote uitdagingen die op ons land inwerken en afkomen, om die in de bouw voortvarend aan te pakken. Ja, wat naar mijn mening echt per se in de bouwagenda moet staan, is waarom we het allemaal doen. We bouwen met elkaar aan de kwaliteit van leven van mensen. Of het nou gaat om de kwaliteit van de woning waar je in woont, het kantoor waar je in werkt, of de leefomgeving waar je in verblijft, de mobiliteitskwaliteit, hoe je van en naar je bestemmingen komt. De bouw maakt de kwaliteit van leven. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we zorgen dat die prachtige delta waar we in wonen, waar we met zoveel mensen, zoveel functies heel kort op elkaar maken, dat we die vernieuwen, toekomstbestendig maken in alles wat we doen. Wegen vervangen, infrastructuur vervangen, nieuw aanleggen, gewoon zorgen dat de duurzaamheid centraal staat in de opgave. Dat we geen domme vervangingsopgaven meer doen waarbij we alleen maar asfalt eraf, asfalt erop doen. Maar kijken hoe we in al die projecten waar we weer aan gaan klussen aan onze infrastructuur, hoe we daarin het grondstoffengebruik, het energieverbruik, de klimaatbestendigheid gewoon inclusief in het ontwerp stoppen. En ik denk dat we daarmee ook gewoon de topsector kunnen worden die wereldwijd onze naam hoog houdt. Overal bring in the Dutch, niet alleen voor de waterbouw. We hebben een geweldige uitdaging om die leefomgeving en zijn infrastructuur aan te passen aan die nieuwe realiteit.